De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. En dan eindig ik met het einde van het boek. Toen ik haar voor het laatst gezien had en de dokter met me mee opliep door de gang, vroeg hij of hij die pruik soms voor me moest bewaren. Omdat ze meteen gekist zou worden en naar het crematorium in Velsen zou gaan. Ik zei dat ze moest ophouden, dat ze het zelf zo gewild had. Jongen, dit wordt de spreekbeurt van de eeuw. Als jij nog een 10 krijgt, dan weet ik het niet meer. Blijf een vies boek. Oh, maar ja. Turks fruit is de mooiste naoorlogse liefdesroman die er bestaat. Oh ja, joh. Ja. Nou, volgens mij gaat het alleen maar over naakt. Het is heel functioneel, hoor. Zo is dat. En het is allemaal buitengewoon poëtisch opgeschreven. Dat je het zo goed begrijpt allemaal, dat verdriet van die man. Ik denk niet dat er iemand is van jouw leeftijd die zo'n spreekbeurt kan houden. Nou, ik heb toen ik 9 was wel eens een keer een spreekbeurt gehouden. Daar hebben ze het nou nog over. En waar ging die over? Dick Bos. Dick Bos? Ja, Dick Bos. Ja, zo'n gozer die Dick. En die is nog van voor de oorlog. Zal toch wel? De boekjes van Dick Bos zijn de beste vooroorlogse boekjes die er zijn. Dick Bos is van tijdens de oorlog, hoor, ome Jaap. Toen zijn die pas voor het eerst verschenen. Ik ken u dus nooit een spreekbeurt over gehouden. Ik zal toch wel weten waar ik een spreekbeurt over heb gehouden. Ik zie mij er nog staan voor die klas. Want ik was dan Dick Bos, weet je niet. En Dick Bos die staat dan zo. En dan staat er een vent tegenover hem met een mes, zo'n lange vent. En die wil hem dan steken. Maar dan stapt hij opzij en dan zegt hij, daar was ik. Daar was ik? Ja, dat zei hij altijd. Interessant. Ja, zeker ja. En niet alleen met woorden, zoals in dat Turks fruit van jullie, maar ook nog met plaatjes, allemaal jujitsi. Jacobus, toen jij 9 was, was het 1928, dus kan je nooit een spreekbeurt over Dick Bos hebben gehouden. Toch heb ik hem gehouden. Ome Jaap, door al die plaatjes is het geen literatuur, hoor. Nou, gelukkig niet. Woorden spreken veel meer tot de verbeelding. Zeg dat, want bij Turks fruit is het zo mooi. Je ziet het helemaal voor je. Het lijkt net een film. Nou, dat zeg je nou, maar daar zijn ze dus mee bezig, hè? Joop. Ja, Paul Verhoeven die gaat het verfilmen. Dat is die toch van Floris? Nou, dat is Rutger Hauer, hoor. Ik heb het over de regisseur. Volkomen overbodig programma trouwens ook, dat Floris. Dat vechten, dat slaat allemaal nergens op. Hebben ze zulke helm op, krijgen ze een tikkie, vallen ze om. Ha. Nou, bij Dick Bos kwamen de klappen echt aan, hoor. Hé, hey, godzien, wanneer gebeurt dat dan? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er schijnen wat problemen te zijn, maar ik ga hem morgen interviewen in Amsterdam voor de Bruine. En dan hoor ik het allemaal wel. Op de wc? Jazeker, voor de prominent en zijn pot. Laat die gozer interviewen op de wc? Doen ze toch allemaal? Dat is een hele eer, hoor. Zou Dick Bos nooit doen. Die hebt geen wc. En als hij nou moet? Hij moet nooit. Heb er geen tijd voor. Hé, hey, zie. Zou jij mij een plezier willen doen? Uh-huh. Zou jij voor mij aan Paul Verhoeven een handtekening willen vragen? Ja, natuurlijk, maar natuurlijk. Kom op, Jaapie. Naar bed, want papa moet gaan kegelen. Ja. Dag, tante Nel. Dag. Lieverd, jij maakt morgen de blitz op school, hoor. Neem dat maar voor mij aan. Dag, Bas. Dag, ome Jaap. Dag, jongen. Ja, als ik jouw meester was, dan wist ik het wel. Dan gaf ik je een 1. Hij doet het fantastisch. Ja, dat zal allemaal best. Maar het blijft een vies boek. Ga je mijn stokvis? Hier zo, dokter P.H. Ritter junior in de bocht. Oh ja, dat is toch die boekbespreker? Ja, van de AVRO. Hé, hey, wil jij een lekker pilsie? Heel graag. Pak het dan even zelf, schenk ik een advocaatje. Weet u, tante Nel? Van die laatste regels van Turks fruit krijg ik echt tranen in mijn ogen. Jij ook al. Erg, hè? Nou, ik denk dat niemand het droog houdt, hoor. Behalve ome Jaap. Ja, die man van mij houdt het nog droog op zijn eigen begrafenis.
vind toch zo knap, hè, als je zo'n boek kan schrijven. Vertel mij wat. Ik ben ook met een boek bezig. Ik wil alleen niet echt opschieten. Ben jij met een boek bezig? Ja. Over Adrie. Joh. Over onze relatie. Wat fantastisch. En dan probeer ik net zo expliciet te zijn als die Wolkers, qua seks en zo. Maar in de herenliefde legt dat toch nog net even wat gevoeliger, denk ik. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Moet ik in wat bedektere termen denken. Waarom vraag je Jaapie niet? Kan die je helpen? Nou, dat durf ik niet zo goed. Ik ben de eerste die het weet. Ben je gek, joh? Gewoon doen. Ja? Tuurlijk. Proost. Ja. En dan gaan we zo ook nog een film maken van die viezigheid. Ik ga er naartoe. Paul Verhoeven, mijn man, is een grootmeester. Dat zeg je toch wel tegen hem, hè, Simon? Hè? Nou, dat ik een hele grote fan van hem ben. Ja. Man, die laatste film van hem. Wat zie ik? Ben ik naartoe geweest met mijn hospita. Nou, die was weer helemaal gelukkig. Speelt dat niet op de wallen? Ja. Lachen, man. Dan had je op een gegeven moment had je die Henk Molenberg. Die stond al spiernaakt met een schortje voor. En dan riep die hoer, Ronnie Bierman, die riep dan... Wat zie ik? Stof! En dan moest hij met een plumootje moest hij alles af gaan zitten te stoffen. Nou, Hendrik, mijn genre is het niet, hoor. Ik vind het allemaal wel erg plat. Hou jij dan van? Teun de Vries. Wie zijn moeder? Teun de Vries. Is de grootste communistische schrijver van Nederland. Communistische schrijver? Speel het zeker in de kwikmijnen. Ik ben nou aan het lezen het motet voor de kardinaal. Dat gaat over een componist in de middeleeuwen. En die komt in Rome. En daar brengt hij vernieuwende muziek in de hoop dat hij zo ook het katholicisme kan vernieuwen. Ging die zeker regelrecht in de kwikmijnen. En nou hebben wij dus volgende week een culturele avond van de CPN. En daar bespreek ik dan dat boek in de hoop dat ik zo ook een beetje het communisme kan vernieuwen. Dan krijg je de vernieuwde kwikmijnen. Ja. Greet is er natuurlijk ook. En die is van de gestaalde kaders, dus ik moet dat een beetje voorzichtig brengen. Zo. Ik ben klaar. Ik heb een paar hele interessante vragen voor Paaltje. Zeg Simon, als jij nou naast zo'n beroemdheid zit, hè, heb jij dan geen last van zenuwen? Nee, die heb ik weg laten halen. Wordt er niet gekegeld, jongens? Nee, ze hebben het hier over literatuur. En die Karel die zit met een partij onzin te vertellen, dat geloof je niet. En als het nou nog over Dick Bos ging... Vind je die ook zo goed? Ja, jij ook, en grandioos. Hier, Karel, hoor je, het is van een ander. Met die jujutsi, je ziet het helemaal voor je. Ja, vind je het gek met al die plaatjes? Joh, kok, geen noodslag? Gelukkig niet, eindelijk is lekker kegelen. Brulboeien? Ja, Katja? Ja? Wacht even. Kok, je hebt een noodslag. Wat is het deze keer? Het is toch niet waar, hè? Jo, ik wist ineens dat ze die in Blijdorp hadden. Nou, hij liever als ik. Ja, dag. Nou, kok, maak je borst maar nat. 5 Aziatische koningbunzings, die zijn in de krokodillenvijver verzopen. Ze zijn een beetje aangevreten, zegt Katja, maar ze komen eraf. Ingewanden voor jou? Nou... Hak voor de volgende week, toch? Ik sla een keertje over. Zo, hartstikke goed. Even kijken, Paul, waar waren we? Ja, wie is jouw grote voorbeeld? Voorbeeld? Ja, de mijne is bijvoorbeeld is Huib Scholten. Ja, die kent natuurlijk niemand, maar wat Huib voor de Rotterdamse riool hebt betekent, en trouwens nog steeds betekent, is met geen pen te beschrijven. Oh, nee. Nee, ik ben al jarenlang bezig met zijn levensverhaal, maar daar is dokter Lou de Jong een kleine jongen bij. Joh. Ja, hij is bijvoorbeeld een keertje dood geweest. Dood? Ja, dacht dus, hè. Was zo, was tijdens de rust van een voetbalwedstrijd op televisie, was Huib aan het werk in de riool, was er extreem veel tegelijkertijd doorgetrokken. Was hij weggespoeld, ja? Was hij als vermist opgegeven. 3 weken later, in Gouda, is hij er zo weer uitgekropen. Dat is geen slecht idee voor een film. Nee, waren het niet dat Huib daar nooit zijn toestemming voor geeft. Oh, niet? Hij heeft hele slechte ervaringen met de filmbusiness. De derde man, weet je niet, die rioolfilm met Orson Welles. Heb Huib alle rioolstunts gedaan. Zit hij op de première, zijn onze scènes eruit. Nee. Had hij Orson Welles gedaan, want je keek alleen nog maar naar Huib. Dat moet dan wel iemand zijn, die Huib. Dat is een grootheid. Maar goed, wie is jouw voorbeeld? Ik heb er eigenlijk 3. Hallo.
Hitchcock, Fellini en David Lean. Ik heb maar 350 woorden. Beperk ik mij tot Hitchcock? Heel graag. Hitchcock, dat is echt film. Dat is beeld, nietwaar? Kijk, hij maakt natuurlijk wel gebruik van de dialoog, maar het zijn de beelden die het verhaal vertellen. Zoals bijvoorbeeld in Dr. Zhivago, helemaal aan het einde van de film. Sorry, Paul, ik wil niet lullig doen, maar Dr. Zhivago is van David Lean. Wat zeg ik dan? Hitchcock. Is dat zo? Zeker weten. Is er wat? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik wil niet dat dat in de publiciteit komt. Nou, dan doet ik het boekje toch even dicht. Ja, ik zit vreselijk in mijn maag met dat scenario. Van Turks Fruit? Ja, die Gerard Soeterman, die is er nou al een jaar mee bezig, maar het is iedere keer weer niks. Jo. Hij denkt geloof ik dat het een sprookje van Andersen is. Meen je niet? En die rol van Olga is nog steeds niet bezet. Die man die die casting doet, Hans, ken daar, komt je aanzetten met Kitty Courbois. Met Pleuny Tau. En zelfs met Willeke van Almelrooy. Dat is geen weggooien. Nee, maar het is geen Olga. Nee. En over een week gaan we op draaien. Ja, jongen, dan heb jij een probleem. Groot probleem. Maar dat ga ik voor jou oplossen. Jij? Ik. Hé! Hey! Wat? Ja, kijk nou! Sorry, tante Nel. Ah, dat geeft niks. Dat is een hemd van Jaap. Stom. Is er wat? Nee. Nou, kom op. Ik ken je toch. Nou ja. Ik heb het hem gegeven. Wat? Mijn boek. Een Jaapie? Ja. Hartstikke goed. Ja, maar wel eng. Het zijn tenslotte mijn zielenroerselen. Ah, daar kijkt hij wel doorheen. Ja, maar het is allemaal heel privé. Dat weet hij toch? Ja, maar dat is juist zo eng. Ben je gek, joh? Dat doet die schrijver ook. Hoe heet die ook alweer? Van het Reven? Ja, die schrijft toch ook alleen maar over zichzelf? Jawel, maar wel heel mooi. En over de herenliefde? Ja, maar bij mij is het toch wat explicieter. Kijk, Van het Reven die zegt bijvoorbeeld... En ik bood hem mijn herengrot aan. En ik noem het beestje gewoon bij zijn naam. Nou, ik ben benieuwd. Goedemiddag, dames. Hey, Simon. Hoe is het gegaan? Geweldig. En kijk eens even, mensen. Zo! Ja. Hey, is die mooie vliet? Dat is een kakel verse zeeduivel. Rechtstreeks van de Albert Kuip. En die ga ik heerlijk in de oven stoppen. Lekker. Want, Nel, wie komt er vanavond bij jou eten? Paul Verhoeven. Bij mij? Ja. Wat wil namelijk het geval? Hij zit vreselijk in de problemen met zijn film. Kijk, het scenario deugt al niet. En voor de mannelijke hoofdrol hebben ze natuurlijk Rutger Hauer. Maar voor die vrouw kennen ze niemand vinden. Volga. Precies, ja. Maar nou was ik toevallig van de week in Maastricht. Zaten ze met een gigantische verstopping onder de Sint-Servaas. Er was sinds 1614 niemand meer in de riool geweest. En voor dat soort ingewikkelde klussen huurden ze mij dan in. Toen zat ik eventjes tussen de middag in een kroeg naast de toneelschool. Broodje kaas, kopje koffie, komt er toch een meid binnen, zeg. Ongelooflijk, de gedroomde Olga. Monique heet ze. Lou, met Simon Stokvis. Alles goed? Niet? Die man kan klagen, dat geloof je niet. Ja, Lou, dat is allemaal heel lullig voor je, maar waar ik voor belt, is Monique soms bij jou? Ja, mag ik er even? Heel graag. Gisteren. Hey Monique, met Simon. Hey, luister Monique, ik had vanochtend een interview met Paul Verhoeven. En die is dus bezig met Turks Fruit. Maar hij heeft nog steeds geen Olga. Nee, dus ik zeg, nou, dan weet ik wel iemand. Ja. Hey, jij komt vanavond naar Rotterdam Centraal. Dan pak je een taxi naar de Oranjeboomstraat 51B. Ja? Uurtje of acht. Mooi. Oh, heel belangrijk, heel belangrijk. Olga heeft natuurlijk rood haar. Dus jij gaat naar de drogist, koop je een pakje henna en dan smeert hij er lekker in. Ja? Dan komt het allemaal voor elkaar. Hartstikke goed. Tot vanavond. Wat leuk! Komt Rutger Hauer niet? Helaas. Die is niet van de herenliefde. Nou, dat weet je nooit. Ik ben toch ook begonnen met de vriendin? En dan laat ik Jaapie nog een keertje zijn spreekbeurt doen. Heel goed idee. Ja, ben ik nou naar boven, want die zeeduivel schreeuwt om verlossing. Kom maar, jochie. Oh, Paul Verhoeven bij mij over de vloer. Kan je een handtekening op je buik vragen? Op mijn buik? Dan kun jij het beter vragen. Oeps. Zo. Zo, tante Nel.
De dagopbrengst. Hoeveel is het? 89,75. Ah, netjes. Biertje, Bas. Heel graag. Ah, zo. Is dat die zeeduivel? Jazeker. Ruikt goed. Smaakt nog beter. Ah, ben kapot. Als ik net zoveel kerels had gehad als vandaag klanten, was ik een gelukkige man geweest. Hallo. Hey, Jannie. Dat gelijk, tante. Nou, ik heb een 10. Zie je wel. Gefeliciteerd, lieve schat. Geweldig, jongen, commissair. Je bent een 10. Hey. Bas. Ja, Bie. Bas. Ja, Bie. Nou, jongen, ik heb het gelezen. En je bent een fijne gozer, maar je hebt geen talent. Maar is het te expliciet? Nee, het is helemaal niks. Ah, we zijn hem hebben. Dag Simon. Wow. Leuk zo'n touwtje. In Amsterdam kan het niet meer hoor. Nou, mag je me voorstellen, dit is dus Paul Verhoeven. Hallo, ik ben Nelly Kooijman. Aangenaam. Dag. Dat ruikt goed, zeg. Is dat die zeeduivel? Ja, ja. Jouw lievelingsgerecht. Your wish is my command. Kom. Daar zijn we. Bas, onze benedenbuurman. Tevens werknemer van Nel in de wasseretten. Bas. Paul. En dan is dit Jaapie. Dag, meneer Verhoeven. Dag, Jaapie. Ga lekker zitten. Biertje? Ja, heel graag. Heb je Rutger Auer niet meegenomen? Nee. Nee, die is uit eten met zijn vriend, geloof ik. Dacht ik het niet. Zo, Jaapie, dus jij hebt een spreekbeurt gehouden over Turks fruit. Hij heeft er 10 voor gekregen. Het was zo'n mooi boek, het ging eigenlijk vanzelf. Kijk eens even, mensen, kijk eens even. Zo. Paul, alsjeblieft. Fantastisch. Goedenavond. Goedenavond. Wat krijgen we nou? Hier, jij. Wat is dat voor een lucht? We hebben Paul Verhoeven op bezoek. Hou je gedijst. Paul Verhoeven? Ja, dus gedraag je. Dat komt dan heel goed uit, want die ga ik eens even wat vertellen. Ja! Meneer Verhoeven. Paul, dit is de heer des huizes. Paul. Jaap Kooijman, buschauffeur der Rotterdamse elektrische tram. Zo, dat is een hele mond vol. Hè? Ja, en dan ben jij natuurlijk bezig op te filmen met dat Turks fruit. Maar wat dacht jij hier ook van? Ja. Ik heb ze allemaal gelezen. Nou, waarom maak je daar dan geen film van? Nou. Het is geen literatuur. Nee, maar dat is helemaal geen slecht idee. Dat is een heel goed idee. Ik heb ze altijd heel spannend gevonden. Hoor je dat, stokvis? Ik mag hier niks aan horen. Dat wordt de film die alle andere filmen overbodig maakt. Zullen we eens kijken of we de rechten kunnen krijgen, nietwaar? Nou, als het dan zover is, dan moet je mij maar even bellen. Want ik weet precies hoe het moet. Dick Bos, weet je niet, die staat dan zo. En dan staat er zo'n lange vent tegenover hem met een mes. En die steekt dan, maar dan stapt hij opzij. En dan zegt hij... Daar was ik. Ja, we hebben een kenner in ons midden. Hij weet het wel. Zitten we allemaal? Ja. Da, da. Ja. Lekker. Oh, wacht even. Monique is er nog niet. Oh ja. Maar dat geeft niet. Zet maar neer. Oh. Daar passen we wel een mouw aan. Tuurlijk. Houden we gewoon wat voor erover. Daarom. Mijn portie mag ze sowieso hebben. Heerlijk. Geef mij maar een bal gehakt. En dan eindig ik met het einde van het boek. Toen ik haar voor het laatst gezien had en de dokter met me mee opliep door de gang, vroeg hij of hij die pruik soms voor me moest bewaren. Omdat ze meteen gekist zou worden en naar het crematorium in Velsen zou gaan. Ik zei dat ze hem moest ophouden. Dat ze het zelf zo gewild had. Grandioos. Ja, hij heet niet voor niks naar mij. Van mij krijg je... Het was weer net zo mooi als gisteren, schat. Zeg, wat doe ik nog met die zoete man? Jaapie, wil jij dat scenario voor me schrijven? Daar was ik eerlijk gezegd al mee begonnen. Ja, jongens, dat zou je er hebben. Ja, Monique, hallo. Luister, we maken even een hele mooie entree. Wacht even. Dames en heren, Monique van der Ven. Hallo.
Het is de gedroomde Olga. Simon, je hebt niks te veel gezegd. Hé, hey Simon, er is er helemaal niks meer over. Ja, dat is heel gek. Maar het maakt niet uit, want wij gingen toch naar het Witte Park. Maar moet je niet eerst even met meneer Verhoeven praten? Dat ken morgen ook nog. Goedenavond. Sorry, Paul, ik heb het nou al 6 keer gezegd, maar ik vind het zo fantastisch dat wij de voorpremière hebben. Simon, ook al voor de 6e keer, zonder jullie was dit niet gelukt, nietwaar? Nee, oké. Hé, maar dit ding dus. Dat duw je er dus in, dan gaat het draaien van binnen en dan komt die film dus gewoon op de tv. Ja. Het is ongelooflijk, hè, Hendrik? De techniek toch allemaal ken? Ja, het is videorecorder. Was vorige week, was bij Radio Modern, was een demonstratie. Daar was een toen in mijn hospitaal. Nou, die was niet meer te houden. Die hebben gelijk eentje gekocht. In Rusland zijn ze daar al veel verder mee. Dat wordt allemaal gestimuleerd door de Sovjet-regering. Is dat zo? Ja. Trouwens, meneer Verhoeven. Zeg nou gewoon Paul. Paul. Ik heb hier een boek van Teun de Vries. Het motet voor de kardinaal. Is dat nou niet typisch een boek voor een film? Nee. Communistische schrijvers, daar begin ik niet aan. Die vragen vermogen voor de rechter. Zo. Kunnen we beginnen? Ja, de kassa is klaar. We kunnen open. Oké, Hendrik. De bar? Ja, de ballen zijn warm. Ik zit er buiten de deuren. Waar staat die jongens? Mooi, zeker wel. Maar dit wordt natuurlijk de knaller. Hey Paul, die seksscènes. Beste die ik ooit gezien heb. Ja. Niet om het een of ander, Paul, maar wist jij dat Jan Wolkens communistische sympathie heeft? Geweldig. Je zou er hetero van worden. Ik vond er wel goed, alleen wat weinig bloed. En wat vond jij? Beetje oppervlakkig. Ja. En dat einde met die pruik, dat heb ik ook niet zo geschreven. Dat weet ik, maar op deze manier vond ik de dramatische werking beter. Ik niet. Hé, hey Monique, dit wordt jouw grote doorbraak, hè? Zou je denken? Ja. Hollywood leg aan je voeten. Doe niet zo gek. Weet je? Hey, trouwens, ik heb de bruidsuite gereserveerd in het Hilton. Wordt weer heel gezellig. Sorry, Simon. Bedankt voor alles, maar ik ben verliefd geworden op de cameraman.